Nee, we gaan naar Frankrijk. De Franse regering wil als eerste land ter wereld pornosites blokkeren voor jongeren. Dit soort beelden zijn binnenkort niet meer te zien voor Franse tieners. De regering gaat een experiment starten waarin pornosites geblokkeerd worden voor iedereen onder de 18. Alleen met een digitaal certificaat is het straks nog mogelijk om porno te kijken. Nos enfants sont victimes en ligne d'atteinte brutale à leur innocence et à leur intimité et que ma mission c'est comme ministre chargé du numérique c'est de les protéger. In Nederland is het voor kinderen ook heel makkelijk om alle soorten porno te bekijken. Een hele goede geile middag. Maar de gevolgen zijn dat veel kinderen denken dat wat ze zien ook echt is. Moeten pornosites worden geblokkeerd voor minderjarigen? Wat vind je van dit plan, Bobby? Nou, ik moet zeggen, ik ben wel voor dat het zeker moeilijk moet worden. Omdat een hoop minderjarigen... Kijk, porno is vanaf 18 jaar. Ja. En ik vind niet dat kinderen aan zeker wat de porno... wat je kan vinden gratis en zomaar online... dat je daarmee je kinderen moet confronteren. Omdat die totaal nog niet kunnen relativeren. En dingen kunnen scheiden. Porno is natuurlijk entertainment. Alleen kinderen... die kunnen dat natuurlijk totaal nog niet zo zien. Dus die kunnen dat onderscheid niet maken. Dus ik denk, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg goed. En het wordt zo wel bemoeilijkt. Kijk, vroeger ging je natuurlijk naar een videotheek voor porno... een bandje te huren. Of je ging naar de supermarkt. Dat stond allemaal heel erg hoog. Alleen nu is, ja, je hoeft op één druk op de knop... en het zit in je huiskamer, ja. Waar dan ook. Voor kinderen is het heel toegankelijk, wat natuurlijk niet oké is. De aanleiding in Frankrijk is ook voor een groot strafrechtelijk onderzoek. Er zijn 20 producenten en acteurs aangehouden vanwege verkrachtingen. Is die wereld ook veel harder geworden? Nou, ik denk zeker in de laatste jaren dat dat zeker zo is. Omdat iedereen natuurlijk, die maar een camera heeft... of een smartphone met een beetje goed beeld... kan natuurlijk in één keer pornoproducent of regisseur of cameraman worden. Ik vind het wel opvallend dat je zegt van ja, ik sta hier wel achter. Ik denk dat iedereen, als je terugdenkt aan je jeugd... volgens mij iedereen komt als je jong bent er voor het eerst mee in aanraking. Zeker. Roderick, hoe was dat bij jou? Ja, ik weet het nog wel goed. Ik zat op de lagere school en volgens mij de tweede of de derde klas. En toen was er een boekje en dat, dat ging dan rond. En dat gingen we bekijken in de bosjes. Nou, nee, dat niet. Maar, en dat zaten we te kijken. Ja, ik wist niet wat ik zag eigenlijk. Dus dat kwam wel hard binnen, ja. Het is toch gek als je dat als kind ziet. Prins, was het voor de oorlog? Voor de oorlog, nou ja. Wat ik me wel goed herinner, kleintje, jonkie. Maar natuurlijk, op school gingen die boekjes nog. Maar ik weet nog wel dat die tv-piraten opkwamen. Oh, ja. En dan na een bepaald tijdstip stonden ze dat ook uit. En dan moest je een antenne. Dan moest je zo'n rotor hebben, dan moest dat ding gedraaid worden. Ja. En als je dan s'avonds om 11:30, 12:00 op straat liep... dan bij de buurman, dan zag je, hoorde je op het dak al een... Oh, die gaat geen speelfilm meer kijken, geen Wie van de Drie of zo. En had je dan een portable tv'tje, nou, dan kon je dat antennetje ook een beetje draaien... en dan zag je wat sneeuwerig beeld. Oh, wat was dat spannend allemaal. Maar, volwassen waren we. Wat zei je? Volwassen, ik bedoel, dat is een ander verhaal dan... In Frankrijk, waar gaat om. Precies, dit was allemaal spielerij. Vind je het een goed idee dat het verboden wordt dan? Dat je dus digitaal moet legitimeren? Ja, kijk, je moet je voortdurend over allerlei andere zaken moet je ook legitimeren. Als je een fles sterke drank wil halen, dan moet je ook legitimeren. Dus ik vind dat legitimeren helemaal geen probleem. En ik vind ook wel dat het... Kijk, het begint natuurlijk wel een beetje thuis. Ik bedoel, je ouders, ik weet niet hoeveel ouders... Je kan het niet tegenhouden. Ik denk dat de basis, dat ligt gewoon in de opvoeding. Ja, dat je natuurlijk bij je ouders natuurlijk zegt van... zo ga je met mensen om, dit is echt, dit is niet echt, dit is entertainment... Alleen, ik denk wel, nu is het voor iedereen omschip... maar ik denk wel dat als je het wat bemoeilijkt voor jongeren... het is natuurlijk wel lastiger, niet alleen van... ja, ik ben 18 jaar en dit is mijn geboortedatum, klik. Dan denk ik wel dat het wat makkelijker is, laat maar zeggen... denk ik voor ouders om misschien daarover te hebben. Ja, ik denk niet dat als je het op zo'n manier probeert te doen... dus je maakt het een stuk moeilijker of je verbiedt het... dat het dan juist voor die leeftijdscategorie die ze willen beschermen... ontzettend veel malen interessanter wordt om daarnaar te kijken. Want iets wat je verbiedt is per definitie spannender en boeiender. Ja, alleen nu bemakkelijk je het natuurlijk zo erg. Je kan nu zo snel erbij komen. En het is niet meer natuurlijk wat we vroeger zagen, een beetje een vanilla seks. Het is natuurlijk best wel heel erg extreem soms wat je ziet. Het is niet meer natuurlijk lovey-dovey op het strand... waarbij twee mensen gelijk zijn. Nee. Jacqueline, je bent... opvoedingsdeskundige. Wat vind je van het plan in Frankrijk om dit te verbieden voor jongeren? Ik vind het wel een heel interessant plan. Ik denk dat het sowieso dat het een onderwerp is in Frankrijk. Dat is al heel goed. Zelfs wij hebben het er nu over. En ik denk dat het heel goed is dat iedereen het er even over heeft. Wat zien onze kinderen eigenlijk? Hoe schadelijk is het voor jongeren?
Nou, het kan best schadelijk zijn. Want zeker, het is niet zo dat jongeren voor het eerst porno zien. Het is echt zo dat kinderen op de basisschool voor het eerst porno zien. En het is zeker wat Bobby zegt. Het is geen, het zijn niet die soft focus plaatjes die wij van vroeger kennen. Die wij misschien vroeger zagen. Wat je nu ziet, is dat er heel veel geweld in porno voorkomt. En als je dat als jong kind voor het eerst ziet. Voordat je zelf überhaupt geviezelevozeld hebt. Mm-hmm. Dan komt dat zeg maar in je hersenen. Maar kan dat zomaar gebeuren dat je tegen geweld aanloopt in zo'n video? Of moet je er echt naar op zoek gaan? Nee, het ligt wel erg voor de hand. Je hoeft maar op een site te klikken en je ziet echt wel niet meer de Er zijn niet veel categorieën meer. Het wordt steeds extremer. Ja. Dus ja, dat is best wel. Ja, dat vind ik wel zorgelijk als dat het beeld is wat je hebt. Ja. Wat ik nou echt jammer vind, dat is natuurlijk, kijk, een hoop. Mensen thuis, ouders, het is natuurlijk heel lastig om zo'n gesprek met je kind natuurlijk te hebben. En zeker ook met bepaalde religies wordt er helemaal niet over gesproken. Is dat gewoon nou dan? En dan vind ik eigenlijk ook dat een school of iets, een overheid, moet er natuurlijk wel wat aan doen door in feite kinderen daarover te informeren die dat thuis natuurlijk niet krijgen. Ja. Dus dan snap je wat ik bedoel? Ja, maar de overheid slaapt toch sowieso, als ik het even naar Nederland trek, zeg maar, er is een soort hele nieuwe samenleving, een online samenleving, waar de overheid eigenlijk consequent gewoon zo voor doet. Als je een probleem hebt online, noem maar met Instagram, voordat je ooit iemand te pakken krijgt of een klacht hebt gezien, dan krijg je 3 maanden laat antwoord. We hebben er nog eens naar gekeken, maar hoe jij bent uitgescholden is niet zozeer een probleem. Dus af en toe zou de overheid best wel eens een keer een campagne kunnen draaien om je kinderen gewoon een beetje mediawijsheid aan te geven. Zou het hier ook geblokkeerd moeten worden voor jongeren, vind jij? Nee, ik geloof helemaal niet in blokkeren en of verbieden, want dan sluit ik me helemaal bij aan. Kijk maar gewoon naar alles wat interessant is. Drugs, dope, drank. Nee, ik denk ook, kijk, jongeren, juist die zijn natuurlijk interessant. Maar je zou wel gewoon tegenwicht kunnen geven. Ben jij wel voor een verbod hier in Nederland ook? Nou, laat maar zeggen een verbod. Ik vind het wel goed dat het bemoeilijkt wordt voor jongeren. Dus kijk, ik weet niet of een verbod gaat werken. Want laten we eerlijk zijn, als ik mijn zoontje van 6 of jouw puber, ik noem maar wat, van 11 of 12, die weten veel meer uiteindelijk hoe ze op een mobiel moeten komen en op allemaal andere manieren daar moeten komen. Dus of dat nou een IP wordt gewisseld, dat ze denken van, hé, we gaan niet vanuit Frankrijk, we gaan vanuit Nederland of vanuit Amerika, dan kunnen ze er misschien ook komen. Ja. Dus daar, ik denk, om dit echt goed te laten werken, ik denk echt niet dat het zo 1, 2, 3 is. Maar het is ook redelijk selectief, hè? Want als je gewoon kijkt wat voor slechte beelden er nog meer zijn, als je gewoon op YouTube een beetje betaalt, zie je halve onthoofdingsfilmpjes langskomen. Ja. Ik weet niet wat je daar erg in opknapt als je 12 bent. Dat vind ik altijd wel een ding. Als de politiek zoiets besluit, hoe ga je dat precies handhaven? Weet je hoe je het kunt handhaven? We hebben natuurlijk heel veel dingen bedacht. Ja. Daar kom ik wel even bij jou terecht. Want als je als politiek iets besluit en belooft, dan moet je dat ook wel nakomen en ook kunnen nakomen. En als je inderdaad alles via andere kanalen binnen kunt halen, ja, zoek het dan inderdaad vooral in de voorlichting en het media wijsmaken. Nou, dat moet tegenwoordig op de middelbare en lagere scholen ook allemaal. Omdat ze zo snel mee in aanraking komen. En als je iets verbiedt, weet dan ook zeker dat je het kunt handhaven. Duidelijk. Als dat meteen via een andere deur wel kan, dan schiet je er niks. Terecht punt. Dankjewel, Jacqueline, voor je uitleg. We hebben Ariana Grande, Tino Martin,